Nou, inmiddels weer een weekje verder. Week 12 alweer. Nou, we glijden nu echt heel zachtjes richting de lente. We hebben 3 hartstikke leuke promokarren voorbereid. En 4 bijzondere specials voor aankomende week. Nou, dan gaan we hier beginnen in de rechterkant van mij. Een mooie bloeiende kar, een echte tuinkar. Terraskar. Raviolepis als struikvorm. Nou, ze staan inmiddels voorzichtig in bloei. De witte variant, de roze variant, echt prachtige struiken. En niet te vergeten, raviolepis, fantastisch winterhard in het Nederlandse klimaat. Min 12, min 15 overleven ze gewoon. Mirtenstruikjes zitten helemaal vol met knopjes inmiddels. Week of 2, 3, dan staan ze mooi open. En ze blijven heel lang bloeien. Hartstikke leuk om erbij te vertellen. Nou, bovenop de vleugeltjesbloem, de Polygala. Prachtige partij, leverbaar voor week 12, 13. Gaan we door naar de volgende kar. Een mooie mediterrane kar. Onderop hebben we een laagje olijven neergezet in 21 centimeter pot. En bovenop prachtige appeltjes van oranje, oftewel de calamondine, in 19 centimeter pot. Nou, op deze manier zo afgewerkt. De megadeal dan. Megadeal voor week 12. Iets bijzonders. Fruitbomen. Daar hebben we meerdere soorten. We hebben appels, we hebben peren, we hebben pruimen. En ook daar nog eens een keer bijzondere soorten. Dus ook de Golden Delicious zit erbij. De Granny Smith van de Conference zit erbij. De peer. Nou, die hebben we op grote rekvorm. Voor week 12 hebben we er een mega deal van gemaakt. Wees er snel bij, want de aantallen zijn beperkt. En dan gaan we door naar de specials. En richting Pasen wou ik deze eerst maar even naar voren halen. Citissus op stam. In een extra grote, ik zou bijna willen zeggen, RM-uitvoering. Supergroot. De eerste kleurtjes komen erop. Nou, een prachtige partij leverbaar. Hier hebben we ook wat bijzonders staan. Dat is de Erymophila. Dat is familie van de mirtes. Helemaal grijsbladig. En er komen prachtige, ik kan het even laten zien, blauwe bloempjes komen daarin. Nou, de eerste die zitten open en hij zit helemaal vol met knopjes inmiddels. Ook een terrastopper. Yucca rostrata werken we af in een mooie decopot. Nou, een geschenk om op je terras te zetten. En kan ook heel goed binnen een Yucca rostrata. Moet hij wel een lichte plek hebben. En dan hebben we hier als afronder een fantastische calamondine. Vol met vruchten. Helemaal vol met bloemetjes. Nou, helaas, de geur komt niet over op de film. Maar het ruikt fantastisch. Nou, 4 hele mooie specials voor week 12. Nou, dit waren ze. De promo's, de specials voor week 12. Interesse in ons aanbod? Stuur een mailtje aan sales@remplans.nl en je ontvangt automatisch elke week de promo's en de specials in de mailbox. Nou, tot volgende week!